We Will Rock You is bijna niet meer in Nederland, maar daarna verhuist de productie snel naar Antwerpen, op 1 september. De Vlaamse cast besloot een kijkje te gaan nemen bij de Nederlandse productie, ter lering en ter vermaak. Een beetje van bloed sinds Dans der Vampieren. Is dit een voortzetting? Ik weet niet of het van je bloederige spoor. Ja, ik dacht het. Ja, het is wel weer helemaal iets anders. Dit is toch echt wel de diva, de bitch van het geheel, denk ik. En bij Dans der Vampieren was het helemaal anders. Toch zeker deel 1. Dus dat is wel een groot verschil. Hey, I was just a skinny lass, known for sitting on my ass. Een ander groot verschil, het zal een, op een andere manier een beroep doen op je stem. Absoluut. Ze krijst als een heks. Absoluut, vind ik heerlijk. Heel veel effect erop en gaan en het zal best heftig zijn. Moet je daarvoor studeren om dat avond aan avond te kunnen spelen? Absoluut. Dat is allemaal techniek. Effecten zijn net zoals ademsteun en belting of zacht of sterk zingen, is allemaal techniek. Want anders dan ben je na 1 show toch wel uitgezonden, denk ik. Ik zelf ook niet geloven toen ik een telefoontje kreeg dat ik Galileo mag komen spelen in Antwerpen. Dus het is altijd wel leuk als je een droomrol wordt aangeboden. Dan zijn de audities toch nog extra speciaal, denk ik. Als normaal ga je audities doen, je denkt van ja, deze heb ik misschien heb ik hem niet, je weet nooit. Maar als dat rol is die je echt graag wil spelen, dan hoop je altijd dat je hem hebt. En als je hem nog aangeboden krijgt ook, dan is het altijd een feest natuurlijk. Heb je in 2 fantastische rollen gezien, in Take That, Never Forget en Notre Dame de Paris. Daar roemde ik je om je zoetgevoiste stem. Je kunt je afvragen, je kunt je voorstellen dat ik me afvraag hoe gaat hij Galileo spelen met I want it all and I want to break free. Ja, dat is een ruig tintje op mijn stem die je nog niet gehoord hebt natuurlijk. Precies, maar, dat heb je altijd verstopt. Tuurlijk, altijd. Je gaat altijd mee met welke productie waarin je staat. Maar nee, het is wel een uitdaging denk ik. Ik heb wel een poppy stem, maar een ruige rockstem. Ik ben geen Bon Jovi, dat ook niet, maar ik kan ze wel aan. Ja, nog even een andere kant van Tim Dries laten kijken. Ik zie een beetje een link met Take That. Adrian Banks was toch ook wel een grappig manneke. Toch wel. En wat ik zo leuk vind dan, ik vind het altijd leuk om een karakter te spelen waar je een arc hebt. Dus waar je een beetje een boog hebt in een verhaallijn. Dus je begint als een stotteraar. Alweer. Dus je begint als een stotteraar in We Will Rock You, Never Forget, dat is ongeveer hetzelfde. Een kleine geek die ik speelde toen. En dan word je op het einde toch wel heel, de zelfvertrouwen gaat naar boven. Je weet waar je plaats is in de wereld. Dus dat vind ik altijd een hele leuke rol om te spelen. Dus nu wordt het... Wordt het een jongen die ruig is en niet weet waar hij in de wereld past, die nog ruiger wordt en een heel rockconcert doet op het einde van de show. Dus het wordt een jongensdroom die toch nog weer waar wordt. Ik zou zo ontzettend graag nog 1 keer die achtbaan. DJ, dat is een beetje een oude hippie. Ja. Staat dat dicht bij jou, zo'n karakter? Ik ben 55, ik zal ook wel een oude hippie zijn, zo stil aan. Ik dacht dat de oude hippies 65 waren. Dus ben je vriendelijk voor mij. Dagen van zon, licht en goud. Jouw sleutelnummer in het stuk is These Are the Days of Our Lives. Ja. Wat ga jij, Karel de Ruwe, daaraan dan toevoegen? Ik hoop minstens dat ik ook die gelukkige spijt kan weergeven. Gelukkige spijt, dat is mooi omschreven. Ja. Hoe
Hoe kijken jullie Vlamingen naar Nederlandse acteurs, Nederlands theater? Nou, met veel bewondering. Ja, met veel bewondering en ook veel respect. Nederlandse theatermakers zijn fantastisch. Ik heb nog nooit een slechte show gezien in Nederland. Dus in België ook niet trouwens. Dus, maar als je zegt van hoe gaat het tegenover Londen, Nederlands. Ik denk dat ze soms in Nederland zelfs beter zijn. Maar het heeft, behalve de taal, weinig raakpunten met de manier waarop wij dit, acteren of waarop wij producties brengen. Het is anders. Ik denk dat ze soms in Nederland zelfs beter zijn. Omdat je hier mensen hebt, bijvoorbeeld in Londen staan 50 shows te spelen op een avond. Of niet in Londen, in Engeland 50 shows op een avond door heel Engeland. Dus het talent wordt een beetje dun verspreid, zeg maar. In Nederland heb je heel veel mensen met heel veel talent. En omdat je maar 3 of 4, 5 producties hebt spelen op een avond, gaat er meer talent in één show zitten. Ja, nou, ik denk dat wij minder cerebraal zijn. Cerebraal? Ja, minder. Wat zijn jullie werken vanuit de onderbuik? Ja, wij werken echt wel vanuit het hart, vanuit het buikgevoel. En we willen daar echt wel in doorgaan. Klinkt het niet, dan botst het. Veel plezier dan bij een cerebrale versie van We Will Rock You vanavond. Nee, ja oké. Okay. Laat mij één ding zeggen. Jullie hebben daar een scaramouche rondlopen. Die heel wat onderbuikgevoelens teweeg brengt. Ik bedoel, die begint te zingen, dan denk je, oh, ze zingt. En dan zingt ze nog een beetje verder en dan denk je, oh, ze zingt mooi. En dan begint ze te zingen. Oh mijn god, en het stopt niet. En dan ga je niet zitten filosoferen. Nee, zeker niet.